De regering heeft de gesprekken met de vakbonden nog niet afgerond. Dit bevestigde president Chandrika Prasad Santokhi vandaag in gesprek met de STVS. Volgens het staatshoofd zijn de besprekingen tweedelig. Het gaat om onderhandelingen die betrekking hebben op de koopkrachtversterking en om gesprekken over de afschaffing van de energiesubsidie. Volgens president Santokhi ligt het in de bedoeling om de werkende klassen zo snel mogelijk te ondersteunen. Gesprekken zijn nog niet afgelopen. De gesprekken zijn opgesplitst op twee trajecten. Eén traject is namelijk dat we overleg voeren met de vakbonden, Rafaxuur Plus, om te komen tot een nieuw pakket van voorzieningen om de koopkracht te versterken. Dat is een overeenkomst die we hadden vanaf vorig jaar, waar we al overeenstemming bereikt hadden tot en met juni. Dit jaar, en wij willen nu een overeenstemming bereiken over een nieuw pakket om de werkende klasse te ondersteunen, de samenleving te versterken nadat ze zware offers hebben gebracht. En die willen we deze maand afronden, omdat we willen dat het met de volgende maand ingaat. Dat is één traject. Met betrekking tot de verdere afschaffing van de energiesubsidies is een technisch team bestaande uit de vakbeweging en de regering bezig te discussiëren over de kostencalculatie. Partijen hebben nog geen overeenstemming bereikt over de hoogte van de kostprijs. Dit is essentieel om het maandelijkse stroomtarief te bepalen. En volgens de president moeten deze gesprekken ook zo snel als mogelijk afgerond worden. Hopelijk komen we uit, dan weten we dat we eens zijn met betrekking tot de calculatie, de berekeningsmethode en allerlei opvattingen waar er hier en daar nog verschillende inzichten zijn, dat die allemaal geharmoniseerd zijn. Het gevolg zou kunnen zijn dat aan de hand van de inzichten, de berekeningsmethode, dat er een gemeenschappelijk standpunt komt dat zou kunnen leiden dat die tarieven aangepast gaan worden. Tweede optie is namelijk dat het zo blijft, omdat de uitgangspunten, de berekeningsmethode, de calculaties goed zijn. Wij houden beide opties en wij zeggen als regering, als er fouten gemaakt zijn, gaan we corrigeren.